Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik zou eigenlijk avonddienst hebben, maar dat is geruild voor nachtdienst. Er is niet zo heel veel gebeurd, maar, tenminste over de hele week, maar er is in één dag wel heel veel gebeurd. En ik heb eigenlijk bijna alle beelden van alleen die dag gebruikt. Al met al denk ik wel dat het een interessante video is geworden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Veel kijkplezier. En de vraag die ik zou beantwoorden, doe ik dadelijk aan het eind. De top comment doe ik even voor jullie beantwoorden. Dus jullie zien mij straks weer terug. Verrassing, we hebben nachtdienst in plaats van avonddienst. Er zijn wat veranderingen gekomen. Dus ja, we gaan lekker 's nachts aan de slag. En we gaan gelijk naar de A20, de verbindingsbocht tussen de A20 en de A4, naar de Benelux Tunnel. Dat noemen wij de Utrechtbocht. Daar staat iemand met pech, dus gaan we eens even kijken wat er aan de hand is, of we die mensen kunnen helpen. Het is niet zo'n hele fijne locatie voor als je daar staat, omdat er een muur is en je dus niet achter een vangrail kan gaan staan ofzo. Maar jullie hebben hem al eerder gezien in video's, maar we gaan in ieder geval nu die kant op. We rijden nu op de Utrechtbocht, maar dat is een andere benaming. Ik ga eens even Rijkswaterstaat bellen. Want als hun er zijn, kunnen we wel even oversteken. We gaan ze eerst eens even bellen. Hallo, met Tim, Roos uit de Bergen. Hi. Hallo, ik sta aan de Utrechtbocht. Even spieken hoor. A20-22.9 links, Utrecht. Ja. Had jij een wissel onderweg? Want ik kom eigenlijk verkeerd aanrijden. Ik had hem vanaf Vlaardingen moeten pakken, maar omdat hij op Utrecht staat in dinges, sta ik eigenlijk net kut. Ik word nu geroepen door de auto, moment. Ja, maar hij is verkeerd gereden. Ja, precies, precies. Ja, dan moet je heel eventjes wachten voor mijn collega's onderweg. Die is er met een paar minuten. Oké, zie ik hem zo verschijnen? Oké, dat is goed. Jo, bedankt. Hoi. Jo, hoi hoi. Neutraal en zo. Ja joh, dus het gaat ineens zo snel. Oké, hij is vrij dus? Hij kan? Ja, hij kan. Oké. Yes, ik sta er voorbij, dus dan mag hij aansluiten. Hij kan aansluiten, Koen. Yes, hij is er al. Hij staat bij, dankjewel. Dank je, doei. Yo, hoi. Hallo. Ja, dit is echt goed geregeld. Ja. Anders moest jij hem om, ja. Ik ben ook helemaal omgegeven. Ik ja, maar hij staat bij Utrecht, hè? Ja, daarom. Ja. Hallo heren. Feestnaars. Wat is dan? Oh, je feestnaars kapot. Ja. Zo, dat weet jij snel. 16. Oh, dat had je al gezegd. Hallo. Oh jee, we hebben er nog een. Niet gek hoor. Nee, ik ben alleen, dus dat hoop ik niet. Ja, tuurlijk. Oh. 41,8 links. Zo. A4. Nee. Huh? A20. A20, Nieuwekerk. Stop. Hier, daar ben. Ja. Ja, dat heb je als je alleen bent. Wat doe je er dan? Heren, ik ga jullie meenemen naar de eerstvolgende afrit. Dat wordt de KFC in Vlaardingen. En daar ga ik jullie weer afzetten. En vanaf daar kan je pechservice of iets bellen om het verder te regelen. Ja?
Zoals jullie net al hoorden, tijdens het dropzetten van deze auto ging de toeter weer af. En we hebben nu twee uitersten. Dat is hier de A20, de Utrechtbocht. Dat noemen we trouwens Utrecht omdat de toevoeging op het hectometerpaaltje een U is. Heeft niks met de stad Utrecht of de provincie Utrecht te maken. Maar ja, dat is gewoon omdat het een U is en dan noemen we het Utrecht. In ieder geval, we moeten nu weer helemaal de andere kant op naar Nieuwekerk. Want daar staat er ook een met pech. Ze zien het maar, 's nachts zijn we altijd alleen. Vaak is dat wel bij bergingsbedrijven. Niet allemaal, maar vaak wel. En ja, net als gisternacht, zondag op maandag, heb ik helemaal niks te doen gehad. Heb ik vanaf 11 uur 's avonds tot 7:30 is er geen melding gevallen. En nu vallen er twee binnen een kwartier. Ja, je kan jezelf niet opsplitsen. Dus het enige wat ik kan doen is mijn best om daar zo snel mogelijk te komen. En dat gaan we nu doen. Zien jullie dat zo? Ik kwam hier net dus tegenovergesteld al langs rijden. Wat ik dan altijd doe, is alvast even met mijn zwaailampen flitsen, zodat de WIS ziet dat ik er bijna ben. Dan kan die, net als wat je nu ziet, alvast het kruis erop zetten. Dat scheelt weer met invoegen van mij op de vluchtstrook. Want dan heb ik niet iemand die zeg maar kort achter me hangt. Dan snappen die mensen al van, oh, er is wat. En nou hopen dat hij niet boos is, want ja, ik ben er niet zo snel als normaal, omdat we nog bij die andere melding stoppen. Wat zegt u? Een antiek! Ja, ik zie het! Ja. Wat hebt hij? Ja, volgens mij doet hij helemaal niks. Ik zie ook druk stolie op de weg. Oh ja, ik zie het. Dus, Oké, okay. Nou ja, het tankstation is vlakbij. Ja. Ja. Hallo! Wat is er aan de hand? I cannot start anymore, but I thought I have an electrical problem, but it can be also the LPG. I was low with LPG. Yeah. And I want to ask, maybe I don't have a problem. When the car is here, yeah, you can stop for the LPG when the car, you know, I put LPG in a tank and then you drop me where you want for, I drop in you a here, parking. The next is the gas station. Yeah, but so can you stop to the LPG pump? Yeah, no problem. Is the key inside? Yes, right. Yeah, great. I put it in neutral. I'm in neutral now. Is it in neutral? Yes. Cool. Straight. Okay, put it in park and on the handbrake. Okay. Bedankt. Was the gas. Okay.
inside that pond. Yeah, yeah, I will make you loose and you can drive here, okay? I have to go to the next one also. Yeah, okay. Sir, good luck. Good luck. Thank you, man. Thank you. You're welcome. It's not working, this pump also. I tried the other one. Yeah, maybe put some normal gas in. Huh? Normal gas. Benzine. It's not working with benzine now. It's not working? No, I'm only on LPG. Okay. That, yeah, you got a new exit here. But I'm not sure if you will make it with that many. Yeah, I will not try. I'm not sure what it's with the pump now. Something is wrong with me today. Yeah. Try again tomorrow. Okay, good luck, man. Bye. So, deze meneer die vroeg of ik even op hem wilde wachten. Dat hij op de bak wat LPG in dit geval erin zou gooien. Te kijken of dat het was en dat ik hem dan anders hier bij de Shell in een parkeervak kon zetten. Kijk, ik heb nu niks erachter staan, dus ja, dan kan ik net zo goed die man even helpen. Want gooi ik hem nou zo klakkeloos bij de pomp neer en hij moet, het schijnt toch wat anders te zijn, dan moet hij in zijn eentje zijn zware auto naar de parkeerplaats duwen, want anders hindert hij iedereen. Dus ja, kleine moeite, doen we even. Maar ja, het was volgens mij LPG, alleen er was iets mis met die pomp, waardoor het niet helemaal lekker werkte. Maar goed, hij kon in ieder geval, mocht hij nou helemaal niet meer aan de praat krijgen, of tenminste niet meer vol kunnen pompen, kan hij in ieder geval naar een parkeerplaatsje toe rijden, daar bij de Shell. Dus ons werk zit erop. Dan gaan wij nu terug naar het depot kijken of we wat dagrust kunnen pakken en anders gaan we weer aan de slag. Tot straks, denk ik. Of tot morgen of tot morgenochtend, ik weet het nog niet, maar in ieder geval, jullie zien mij zo. Zo, de slaap zit nog in mijn ogen, maar dat hoort erbij, heb ik me laten vertellen. We gaan naar Vlaardingen, daar staat een Citroën, een wat ouder model. En daar schijnen alle ramen uit zijn geslagen, de deuren zijn ontzet en de radio is gestolen. Ik wist niet dat dat nog een ding was met de oudere type radio's, maar... Je komt altijd verrassingen tegen in dit werk. We gaan in ieder geval die kant op, gaan we die auto even ophalen. Want ja, dat kan natuurlijk niet zo buiten blijven staan met alle ruiten eruit en zo. En dan gaan we meenemen naar het depot en dan kan die vanmiddag of vanmorgen, in ieder geval in de loop van de dag, kan die dan naar een garage worden gebracht waar meneer of mevrouw hem naartoe wil hebben. Gaan we daar gelijk ook even vragen waar die naartoe moet. Dus. We gaan die kant op. Het is koud. Het is 2 graden. Als je dan uit je warme bed komt, want ik slaap nou niet in de auto, ik slaap gewoon binnen. En je komt uit je warme bed en je zit in één keer je ijskoude auto. Het is echt koud. Maar goed, we gaan ervoor. Goedemorgen. Ben jij die postcode van hier gevallen? Nee. Auto staat daar. Ja, ik heb hem zien staan, ja. Maar al je ruiten zijn eruit? Ja, man. En je deur? En mijn radio is weg. Ik wist niet dat ze dat nog deden, joh. Ja, radio spikken. Wat echt fucked up, man. Ja, dat snap ik. Mijn werkauto. Deuren gaan niet dicht. Ze gaan helemaal niet dicht. Hij is ook wel echt goed te grazen genomen. Zoals je achterlichten zijn kapot gemaakt. Dit kan toch niks meer met diefstal te maken hebben. Voor mij is dit iemand boos op je. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit allemaal doen voor alleen een radio. Ja, snap je. Maar er gebeurt echt veel in deze buurt, man. Ja. Zo. Ja. Deze gaat ook niet meer dicht. Nee.
Die is dicht. Is die dicht? Ja. Ja, niet goed dicht, maar... Kut, man. Nee. Kijk uit met je handen. Ja, die moet open blijven. Ik moet nog erin rijden. Ja, er zit wel glas, hè? Ja. Deze is hier al dicht. Ja, nee. Ik pak heel even een vloermatje. Ga ik even proberen nog die deur dicht te krijgen. Ze hebben hem echt ver ontzet, joh. Ja, en dan door je raam heen. Kijk uit voor je handen, dat je nergens aan snijdt. Ja, dankjewel. Dan kan ik ieder geval je deur dichtklemmen. Nou ja, het hoort erbij. Voor jou is het vervelend, hè? Ja. Wat moet morgen geen keren maken? Snap je? Want laat mij het maal doordrijven. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit om een radio ging. Ik zou het ook niet weten, hoor. Ik denk misschien hebben ze haat aan mij. Wat kan? Ja, je weet het nooit. Maar zo kom ik ze niet veel tegen. Nee, ik ook niet. Zo, het is een vrij drukke nacht. Althans, het is onderhand al ochtend. Het is 6:30 dinsdagochtend. En er gebeurde een ongeval bij tussen Vlaardingen en Schiedam. Is dat uit mijn hoofd? Ja, dat klopt. Dat is een elektronische detectie ongevallen. Dus we gaan eens even die kant op en kijken hoe erg het is. Wat wel heel vaak zo is, moet ik erbij zeggen, is dat die meldingen loos zijn. Dus dat we daar aankomen en er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Maar we gaan het zien of dat nu ook zo is. Tot zo. Goedemorgen. Is iedereen oké? Okay? Ja? Als ik niet naar links had gedaan, ik was er echt volop ingegaan toen ik al onderin zette. Oké, maar je hebt nergens last van, want anders laten we even een ambulance komen. Nee, met mij gaat het goed gelukkig. Oké. Belangrijkste. Hallo. Hier ook iedereen oké? Ja. Ja? Oké. Dat is het belangrijkste. Zoals je ziet, ik heb even de weg afgezet. De Rijkswaterstaat komt eraan. Politie zal ook onderweg zijn. We willen hier natuurlijk even iets van vinden. Ja. Wat logisch is, hè, met zo'n klap.
Dus ja, ga even bij de vluchtstrook zitten of op de vangrail zitten of iets. Maar alles is geactiveerd en onderweg. Dus de Rijkswaterstaat al. Dat is een, ja, dat is een goede klap geweest. Zo, maar ik zal wel komen. Ja. Sorry? Ja, daar mag je wel van uitgaan, ja. Daar mag je wel van uitgaan, ja. Ja, dat is toch van Casco verzekerd met dit. Weet je, in eerste instantie was ik niet van plan om van Casco te doen. Omdat mijn werk ook is, weet je, het is ook een oude auto. Ja. Maar gelukkig heb ik het wel gedaan. Nee joh, maar die auto, weet je, lekker interessant. Als jij maar oké bent, dat is het allerbelangrijkste. Ja, voor iets werkt je, man. Ik ga een beetje uit, dus een beetje klotjes. Ja. Als ik naar links had gedaan, ja, ik heb heel verkeerd aflopen, dan moet ik misschien dood zijn. Mooi! Hij, ja, met mij goed, maar hij heeft een doodklap gemaakt. Oh joh, is daar een vrouw bij toch? Sorry? Een vrouw geeft een ongeluk van het lopen. Nee, een jonge gozer en een vrachtwagen, maar hij is er vol in gegaan. Oké. Okay. Hij is wel ongedeerd, zegt hij zelf. Maar dat gaat het niet moeilijk maken. Ga je geen hulp van de ambulance? Nee, dan liggen ook allemaal olie-ins op het wegdek. Oké. Ja, wel redelijk wat. Oké, okay. Kan jij alsjeblieft dan kijken van het vet of niet? Nee, alleen grit. Oh, dat kan ik vrij als dat mee wilt dragen. Het is een grote plek, of niet? Ja, wel wat hoor. Ah, dat klopt wel. En jouw autosleutel. Dat jouw Airbags niet zijn geklapt, dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat is.
denk dat we al redelijk gaan met het licht, dus ik doe het even zo. We hebben de personenauto meegenomen. En zoals jullie hebben gezien is dat echt een flinke klap geweest. Nou, we waren als eerste plaatsen. Wat je dan doet is een veilige omgeving creëren, beveiliging. Daarvoor zet ik hem dan vent off, zo heet dat. Schuin op de weg. Want als mensen dan op jouw auto afrijden, worden ze een soort visueel ervan afgedrukt. En dat gebeurt dan dus ook. Zodat je, zeg maar, alles wat voorbij je vrachtwagen is, veilig staat. Ik wist natuurlijk op het moment dat ik daar aankom, weet ik niet of er iemand gewond is of dat soort dingen. Daarom moet je die omgeving creëren. Zodra Rijkswaterstaat er is, en die waren er vrij snel, nemen hun die plek van mij over en kan ik dan mijn auto gewoon normaal neerzetten. En vervolgens, als Rijkswaterstaat zegt van, joh, takelen maar weg, dan gaan we dat doen. Nou, dat hebben we nu dus gedaan. De bestuurder van de vrachtwagen en de bestuurder van de personenauto zitten rijden achter mij mee naar, naar ons depot. Dan kunnen ze daar de schadeformulieren alles invullen. En dan, ja, het is best druk. Er waren vier meldingen achter elkaar, waarvan één loos. Gelukkig is mijn collega ook al aan het rijden. Maar als het op dit tempo doorgaat, dan moeten we bijpoten. Niet dat dat erg is, maar hè. Als er zo nog wat gebeurt waar ik naartoe moet, dan zien jullie me zo en anders morgen weer. Zo, dat was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Maar nou, ik vond het wel leuke meldingen eigenlijk, alles bij elkaar. En ik zou nog een vraag beantwoorden. En een interessante vraag die ik tegenkwam was, worden er wel eens botsabsorbers gebruikt? Ja, die worden zeker gebruikt, ook bij ons. Je ziet vaak als ze bijvoorbeeld aan een vrachtwagen aan het werk zijn voor een lekke band of zo, dat die worden neergezet. Maar bij een ongeval of iets waar we langer bezig zijn, doet Rijkswaterstaat ook de aannemer inschakelen, zodat die voor ons de weg af kan zetten. Dat wordt vaak gedaan als er nog een onderzoek komt of als echt de hele snelweg dicht moet of zo. Die botsabsorber is natuurlijk niet het enige wat daarbij komt kijken. Hè. Ook de jongens die die pionnen allemaal uitzetten en de pijlenwagens en zo. Het gaat niet alleen maar om botsabsorber. Maar die komen ook zeker bij ons. Ik heb enige tijd geleden geprobeerd contact te krijgen met een van die bedrijven die dat neerzetten om daar een keer te komen filmen en jullie van dichtbij te laten zien hoe dat er allemaal uitziet en hoe het werkt en zo. Alleen is de pest dat het allemaal hele grote bedrijven zijn. Daar heb je persvoorlichters en zo. Die werken daar niet zo graag aan mee, heb ik het idee. Dus wie weet, gaat dat nog een keer komen? Ik hoop het wel, want het is best interessant. En zo niet, ja, dan moeten jullie doen met deze uitleg. Dan was dat hem voor deze week. Volgende week hebben we van 10 tot 7. Dus dan pakken we vooral de avondspits mee. En dan moet wel goed komen, denk ik. Voor nu, maak het niet erger, Bellenberger. En tot volgende week.